Ik denk dat je op deze plek verschillende partijen, er zijn een aantal bekende partijen, maar ook een aantal nieuwe partijen, die heel innovatief bezig zijn. En die ons als land, maar ook als technologieland en als agrofoodland stukken verder kunnen brengen. Dus als je nieuwe ontwikkelingen en goede verhalen wil horen, moet je eigenlijk gewoon hier naartoe komen. Dan kun je het gewoon zelf horen en kun je ermee doen wat je zelf wil. En hier staan heel veel partijen bij elkaar die allemaal heel actief zijn in de agrofood en technologie. En nou het laatste stuk, waar wij zelf ook heel actief op zijn, is dat technologie stuk. Dat zie je heel, heel veel terug. Ja. Vandaag is een hartstikke interessante dag om te zien hoe heel Zuid-Nederland en Oost-Nederland met elkaar kijkt naar innovatie. Naar ontwikkelingen, zowel op machinegebied als in innovatie in voeding, als over hoe kunnen we dat gezamenlijk toepassen. Met provincies, met financiers en met heel veel ondernemers. Ja, als je daar dan niet bij bent, dan mis je dat. En wat betekent dat dan? Nou, dat je een kans mist om zelf je eigen innovatie te promoten, om te leren van de innovaties van een ander. Vandaag is een mooie dag met heel veel nieuwe innovaties die we in de komende jaren op de markt gaan zien. Nou, het was een heel interessante dag om toch kennis te maken met de agrarische sector. Ondanks dat het niet allemaal onze eindgebruikers zijn, hoor je toch veel ideeën en ontwikkelingen die de richting techniek smart gebeuren gaan. Dat was wel de beste opsteker die we vandaag gehad hebben. Ja, en een leuke, zeker het programma. 'S Morgens een aantal algemene sessies waar iedereen bij aanwezig was over allerlei punten aangaande die te maken hebben met de agrofood en de technologie, raakvlakken. En vervolgens in de middag deel te nemen of aan een ronde tafelgesprek of aan een andere, meer doelgerichte lezing was zeer interessant en voor herhaling vatbaar.